Vandaag. Chili con short ribs. Dat wil zeggen short ribs gerookt, gegrild en langzaam gegaard op de monoliet. Ik ben Ralf de Kok, professioneel barbecuer. En elke week maak ik een fantastisch gerecht. Van super eenvoudig tot mega culinair. Short ribs van de vleesaap, meatmonkey.nl. Ik dacht het wel. Short ribs zijn ribben van runderen, voor de mensen die het nog niet weten. Heel veel soorten gradaties zijn, je wil mooie. Daar komt het op neer. Want het is een beetje als draadjesvlees, weet je wel. Het is, hoe meer vet en marmering je hebt, hoe mooier het eindresultaat. Geldt voor short ribs ook. Deze gaan eerst gerookt worden. Althans, ik wil er een mooie rooksmaak omheen hebben. Ik wil ze keihard afgrillen voor dat roostaroma. Want die smaken van dat grillen, dat komt ook echt terug straks in jouw stoofje als het ware. Want daarna ga ik ze lekker langzaam garen. Chili con short ribs, dacht ik zo. Leek me leuk. Kijk. 4 botten maar liefst. Ja, ja. Kijk. Ja, dit is super mooi vlees. Echt waanzinnig gaaf. Kom net uit de koelkast. Ik laat ze een heel klein beetje op kamertemperatuur komen. Of in mijn geval, man cave temperatuur. Want, je ziet het al hè. Ik heb een nieuwe barbecue studio. Een nieuwe man cave. Ik dacht het wel. De keuken die je gaat zien de komende tijd, die is gebouwd door Martijn van roughcooking.nl. Er zijn echt tig bedrijfjes of particulieren die buitenkeukens bouwen. Sterker nog, zelfs ik heb het gedaan begin 2000. Je ziet ze overal. Je ziet gasten die doen het van steigerhout, van zederhout, van whatever. Maar Martijn van Rough Cooking, die doet het met heel bijzonder hout. Echt heel bijzonder hout. Ook, helemaal op maat en naar wens. Misschien zie je het. Ik heb hele mooie, dat zijn oude wagonplanken uit Oekraïne, geloof ik. Serieus, ergens rond de Tweede Wereldoorlog. Super, super oud. Hele mooie keuken van gemaakt. Stalen frame, super robuust, hele goede wielen. Dus ik zou zeggen, check hem out. Voor mijn vrienden overigens, daar biedt hij ook nog een bepaalde korting aan. Dus ga zeker even naar zijn website. Ik vind het niet normaal. Ik vind het echt niet normaal hoe gaaf het is geworden. Ik hoop jullie ook, want hier moeten jullie het mee doen de komende tijd. Laten we eerst onze barbecue gaan aansteken. De Monolith Classic 2.0, of eigenlijk de Classic Pro 2.0. De nieuwste versie. Maar te gek. Echt gaaf. Ik heb mooie zuivere holtzkolen. Vandaar ook dat er staat reine holtzkolen. Dat is Duits voor dat mooi spul is. Eiken. Oh ja, in mijn kick-ash basket. Ik weet niet of je dat kan zien. Er zit een kick-ash basket in. Dat is optioneel, want daaronder zit ook gewoon nog een gietijzeren kolenrooster. Heel makkelijk. Dus je schudt een beetje de grootste ellende schud je eruit. Boven, in mijn geval dan een stalen bak. En dan kun je eigenlijk je grote stukken, gebruikte grote stukken, wederom gebruiken. Maar je kamado krijgt dan wel genoeg zuurstof. Want dat is het belangrijke van de kamado. Hè? Die vraagt maar heel weinig zuurstof, maar die moet hij wel kunnen krijgen. Dus op deze manier gaat dat uitstekend. Ik vul hem altijd iets onder de rand. Ongeveer zo'n stukje onder de rand van mijn ash basket. Zodat ik dadelijk mijn chipfeeder makkelijk kan voeren. Mijn chipfeeder, ja, ga ik zo laten zien wat dat is. Zo. Beetje zo erin duwen. Het is belangrijk dat we het onderste ventilatieschuifje helemaal openzetten. Krijgt hij genoeg zuurstof. En dan is hij zo op temperatuur. Nou, laat het deksel openstaan. Ik wil hem aanvankelijk niet te heet hebben. Want ik wil hem eerst eventjes mijn vlees gaan roken. Ik wil die mooie rooksmaak erop gaan zetten. Dus dat gaat beter met een lage temperatuur. Maar een hoge temperatuur, dat zorgt er eigenlijk voor dat je rookhout, of je rookpellets in dit geval, te snel gaan fikken. En dan leveren ze eigenlijk bijna geen rookopbrengst meer op, zeg maar. Hè? Snap je? Dat moet je zeggen, hè? En wat ik nu ga doen, ik ga hem eventjes doormidden jassen. Want hij moet dadelijk wel in mijn pannenke passen. En bovendien krijg ik op deze manier meer oppervlakte voor mijn grillsmaak en mijn rook.
Snap je? Ik heb nu al meer oppervlakte. Hij is al wel mooi, redelijk mooi bijgewerkt moet ik zeggen. Dus het valt me al niks tegen. Heel klein beetje insnijden. Dan helpen we dadelijk tijdens dat grillen dat vet een beetje smelten. Komt allemaal niet zo heel nauw, hè. Ik zal eventjes mijn roostertje er vast inleggen. Eén van de helften. Die leg ik eventjes mooi laag. Ja, hier is hij wat heter. Dus ik begin vast aan deze kant. Mooi! Het vlees kan erop. Ik begin eventjes met de botkant. Eerst. Dat geeft namelijk nog geen vlammen. Zodra ik hem omdraai met de vetkant naar beneden, dan gaat het in no time vlammen geven. En dan kan dat zijn dat dat blijft fikken. Nu is die kans veel en veel kleiner. Dus op dit moment zetten we eigenlijk dat roostaroma erop. Ne? Dat is een beetje het idee. En zometeen gaan we verder met roken. De rooksmaak. Kijk eens wat gaaf wat er dus gebeurt in zo'n korte tijd, hè? Volgens mij is dat genetisch bepaald. Die geur van roosterend rundvlees in combinatie met een mannetje. Daar is, hè, met de man. Ik weet niet, dat doet iets. Dit is zo waanzinnig, die geuren. Kijk, mooi. Daar gaan ze. Op de vetkant voorzichtig omdraaien, nogmaals in verband met de vlammen. Zo, dus de tijd ook dat ik eventjes het deksel sluit. Een beetje ga knijpen, beneden en boven. Om de vlammen uit te laten gaan. Ja, die zijn uit. Alleen pure houtskoolgloed hebben we nu. En omdat het vet is, dit gaat supersnel. We praten nu, waar hebben we het over? 30, 40 tellen. Je ziet het, hè? Er komt nou rook uit. Dit is vette rook van het vet. Dat betekent dus dat de vlammen gedoofd zijn. Nou, voorzichtig openen in verband met de backdraft. Hè? Vaker over gehad natuurlijk. De dikke steekvlam die we kunnen krijgen. Oké. Goudbruinigheden. Er zit nog geen randje zwart op. En dat is precies wat de bedoeling is natuurlijk. Kijk. Hoho. Super. Nu ga ik snel mijn barbecue eventjes indelen. Tot een half deel indirect. In verband met het rookgebeuren. Een halve plate zetten. Zo, die leg ik boven één deel. Nou leg ik deze, mijn grillrooster die ik zojuist gebruikt heb, die leg ik nu eventjes op de hoogste stand. Op het indirecte deel. Dan ga ik eerst mijn barbecue eventjes temperen. Temperatuur even zakken, zometeen voor het rookgebeuren. Zou ik nu meteen die rooksnippers erin doen of die rookpellets, dan zijn ze echt in no time weg. Vandaar heel eventjes relax, vlees eventjes aan de kant. En dan laat ik je even zien wat ik ga doen met die rookpellets. Ik vertelde net de chipfeeder. Dat is dit ding. Dit noemen ze een chipfeeder. Nou, dus doe je dus rookchips in, houtchips. Ik heb hier hele mooie eiken. Die pellets, die ken je ondertussen, hè? Dat zijn die... Beetje van het konijnenvoer is dat, hè? Zodra ik dadelijk aan dit hendeltje trek, dan flikkert dat zo op die gloeiende kolen. Dus dat is het idee. En dit gaat dan zometeen hierin. Een geheim luikje voor mijn chipfeeder. Even kijken, 180 graden en daling, hartstikke mooi. Hoppakee. Dat is flash. Gaat nou dus indirect. Half boven die steen. Snel dicht.
En daar gaat hij. Luikje open. Let op. Hè? En Legacy. Op eentje na. The one that got away. Jongen, jongen. Kastje dicht. Nou zul je zien, dan komt hier dadelijk even een bak rook af van heb ik jou daar. En dan laten we onze short ribs. Nou, laten we zeggen, een kwartier mag die zeker hebben. We hebben dus geen rookgaring. We willen puur die rooksmaak erop hebben. En die houdt hij heel goed vast. Ook doordat hij net dus mooi gegrild is. Dat vet is eruit gekomen. Het vet is mooi gesmolten. En dat houdt heel erg goed die aroma's van het hout vast. Terwijl mijn short ribs mooi aan het roken zijn, ga ik vast even wat groentjes snijden. We gaan beginnen met een wortel. Dikke winterpeen. Zo, mooie blokjes. Een beetje prei. En een ui. En die ui die gaat in redelijk dikke halve ringen. Paprika's. Natuurlijk een rode paprika. Die paprika die doen wij in repen. Ik heb hier nog een paar van die snoeppaprikaatjes. Niet te verwarren met deze en al helemaal niet met deze. Dit zijn jalapeno's. Dit is optioneel. En die groene die kunnen we wel hebben. Maar die rode kan een partij scherp zijn. Niet te filmen. Serieus. Dus die jalapeno's hier die gebruik ik met zaadjes en al. En deze is echt puur optioneel. Weet je wat? Ik doe het niet. Maar ik vervang hem met een gewone rode chili. Een heel stuk milder dan de rode jalapeno's. Kijk, deze. Die wou ik heel laten. Volgens mij is dat al wel gaaf dadelijk in het eindresultaat. Lijkt me wel leuk dat je nog een klein beetje hele paprika ziet. Mooi man. Hij is nog steeds mooi aan het roken. Dat is dus het ideale van zo'n chipfeeder. Hè? Je herkent dat wel. Op een gegeven moment is jouw rook is op. En dan moet je alles eruit halen. Vlees eruit, hele rekken eruit. Bijvoeren. Nu kun je gewoon met de chipfeeder kun je gewoon alles dicht laten staan. Ideaal. Hij staat overigens ook mooi op 150 graden strak. De hele tijd al, dus dat gaat ook mooi. Nou, een groen paprikaatje nog. Met even wat minder smaak aan, vind ik zelf, dan de rode. Zo, last but not least van het snijgebeuren. Klein beetje mais. Dit is voorgekookte mais, hè, suikermais. Dus die zou je op het allerlaatste bij kunnen doen als je wil. Nu ga ik het met je hebben over de Dutch oven die ik ga gebruiken. Sterker nog, ik ga een halve Dutch oven gebruiken. Even laten zien jongens. Hier. Hij lijkt heel, maar hij is half. Geweldig hè. Bovendien, in deze Dutch oven, er zit een rekje in. Kijk. Waardoor je dus heel makkelijk kan stomen. Ook straks als je dus bijvoorbeeld spareribs wil maken. Dan doe je er een beetje appelsap bijvoorbeeld onderin. En dan zet je die zweven hier dan boven. Een beetje als alternatief van jouw aluminiumfolie. En het deksel. Kijk, het deksel is meteen een grillplaat. Aan twee kanten te gebruiken. Zie je dat? Geribbeld. En als plancha. En dus als deksel. Daar heeft iemand goed over nagedacht, moet ik zeggen. Want dat stoofje heeft natuurlijk scheid aan of die nou in een rond pannetje zit of in een half rond pannetje. Maakt natuurlijk helemaal niks uit. Maar daardoor heb je altijd nog een andere helft van de barbecue om andere dingen mee te doen. Dat is het idee. Ik hang mijn panneke erin. Die hangt hier mooi precies boven dat ding.
Er zit nog wat rook in. Ze beginnen van alle kanten te janken. Daar gaan mijn groenten in. Die gaan daar droog in. En met mijn groenten bedoel ik de wortelen, de prei en de uien. Ja, dat doe ik bewust droog. Nou gaat die echt een beetje roosteren, dus het vocht trekt een beetje uit de groenten. Waardoor ze, ja, de smaak wordt geconcentreerder. Zo is het. En dadelijk pas doe ik er een beetje vloeistof erbij. Kijk, je hoort hem al iets sissen. Dat betekent dus simpelweg dat het vocht uit de groenten trekt en verdampt. Nu doe ik daar een klein beetje olijfolie bij. Extra virgin olive oil. Een hele goede kwaliteit. Dat betekent dat ik hier ook heel mooi mee kan bakken. Even lekker aanbakken, hè? Dat is belangrijk. Dat we niet alleen dat stoven hebben zometeen, dat die groenten gaar worden, maar echt even dat bakken. Dan is het nu tijd voor wat runderfond. Heb je geen runderfond, dan kun je gewoon een bouillonblokje gebruiken met wat water. Kan, hè? Zo, over water gesproken. Daar gaat wat water bij. Er gaan tomaatjes bij. En dit komt uit blik. Klein gesneden tomaatjes. Zo, het grootste deel kan er alvast bij. Mengen die hap. Dit is wat passata. Passata is eigenlijk gewoon de tomatensap, hè? Gezeefd. Doen we ook vast het grootste deel erbij. Nou komt het niet zo nauw van hoeveel je erbij doet. Dat heeft namelijk te maken. Dat komt nu. Wanneer wij ons vlees erbij doen, kijk. En wat er gebeurt als we ons vlees erbij doen. We doen de botten naar boven en het vlees naar onder. Die botten die komen namelijk vanzelf los, maar we willen dat het vlees gaart. Hè? Die botten die krijgen we van zolang zelfs leven niet gaar. Kijk, dit is redelijk goed ingeschat. We laten het eventjes aan de kook brengen. Dus daardoor laat ik het dekseltje nog even openstaan. De deksel, het deksel. De het deksel van de barbecue en van de pan. Het pan. Want, even wat extra smaakmakers toevoegen. We hebben namelijk kruidnagel. Daar doen wij er 4,5 bij in. Daar maken we nu poeder van. Komijnzaad. Je mag ook komijnpoeder gebruiken. Dan zul je begrijpen, dan hoef je dat niet te malen. Ik moet hem natuurlijk wel een klein beetje malen nu. Er gaat wat zout bij. Dan nog wat korianderzaad. Korianderzaad is niet hetzelfde dan korianderblad. Dus er zijn veel mensen die kunnen wel korianderblad of korianderzaad hebben. En worden van korianderblad helemaal gek. Voor sommige mensen is dat net zo alsof je een druppeltje dreft in je pan doet. Paprikapoeder. Goeie eetlepel. Dit gaat erbij. Een anderhalf eetlepel zeker wel. Dan ga ik straks tegen het einde even proeven. Als hij nog iets meer nodig heeft. Een beetje peper, zout wellicht. Kan, hè. Hij begint al te koken. Je ziet het aan de zijkant. Een beetje roeren, een beetje mengen. Dan kan nu mijn paprika erbij. En mijn drie hele puntpaprikaatjes. Zo. Je ziet dat ik een heel klein beetje bewaar. Dat is puur zometeen voor de presentatie. Maisjes erbij. Hoppa. Nog twee laurierblaadjes erbij. Zo, hij staat op het punt om te hard te gaan. Dus wat doe ik? Deksel op de pan. Deksel dicht. Knijpen, boven en onder. Dat hij zo meteen van de kook af is. Dus hij mag best eventjes een paar minuutjes doorkoken. Is helemaal niet erg. Maar laten we hem gewoon rustig laten pruttelen. Dat rustig laten pruttelen, dat mag echt wel 2,5, 3 uur mag het wel duren. Dus dit vlees heeft eventjes, is aangegrild geweest. Heeft eventjes 20 minuten, heeft hij denk ik wel gerookt. Kwartier 20 minuten.
En nu is het gewoon helemaal dat hij helemaal snotgaar uit elkaar valt. En dat al die mooie smaken, hè, die we net hebben toegevoegd, mooi in dat vlees gaat trekken. En bovendien dat mijn hele stoof eigenlijk een hele mooie diepe smaak krijgt. Dat is het hele idee. Halverwege een keer checken, 1 of 2 keer, dat je zeker weet dat het niet te hard gaat. Op het laatst kun je even het deksel van de pan eraf doen. Dan gaat die een beetje indikken. Hè. Dan gaan we een beetje inkoken. Want nu, dat vocht blijft in die pan zitten. Deksel eraf. Vocht verdampt. Dus zo werkt het met een stoofje. Want we zijn natuurlijk niet helemaal klaar. Want straks, op het einde, moeten we onze bonen nog toevoegen. Dus ik ga even een krantje lezen, denk ik. Eventjes de bende bij elkaar trekken. Kijk, ik ga nog een beetje rijst koken. Mooie spullen voor, jongen. Hier. Voem. Panneke water. Hoppakee. Zoiets. Aan de kook brengen en de rijst erop zometeen. De rijst erin. Oh, er was 1 ding vergeten te zeggen. Heb ik nu halverwege die garing zitten doen. Wat beer vinegar, wat bierazijn, heb ik toegevoegd aan mijn stoofje. Dus dat was ik net eventjes vergeten. Camera's stonden uit. Dus dan weet je ervan waarom die van mij zo lekker is geworden. Die pan die zal ondertussen ook wel goed heet zijn. Ja. Die is goed heet. Goeie dingen zeg. Oh. Dan moet ik even het vlees laten zien. Dat is nou natuurlijk echt bokken heet. Dus ik moet oppassen. Ik pak even wat handschoentjes. Niet dat dat helpt. Ja, het helpt iets. Dan moet je nou eens opletten. Moet je eens opletten. Oh, deel 1. Oehoe. Deel 2. Zie die glimlach op mijn bek? Dan weet je wel wat het betekent, hè? Oh, man. En je ruikt zelfs nog die rook er doorheen. Onder je. Oh, man. Super kikken. Mooi. We gaan een bordje opmaken. We doen een rijst in een hoge kom. Of een hoge bord eigenlijk. En dan doen we dat een beetje naar de buitenkant. Puur voor dat contrast zometeen. En dan heb ik hier wat chipotle chili. Gewoon om te seasonen. Hop. Lekker daar overheen. Hoppakee. Hoppakee. De hoofdrolspeler. Mijn carne. Dan gaat er nog een heel klein beetje van saus overheen. Voor de smeuïgheid. Ik heb hier nog rode pepertjes, jalapeno's. Kunnen mensen er zelf bij doen, hè? Daarbovenop. Ik vind het lekker om nog extra koriander eroverheen te strooien. Als je wil, kun je dat ook nog eventjes lekker seasonen met die chili seasoning, chipotle. Ik kreeg nog een ingeving. Je weet wel, mijn uien, kijk hier. Zo, en nu weet ik zeker dat jij hiervan achteruit gaat lullen. Want hier is die dan, mijn chili con short ribs van de Monolith. Ik zeg, maak er deze. Ze zijn de namen zien. We gaan nog gaan maken. Mooi, zeg. Ja, het gaat nog stof dit blokje even terug. Ik ga nog een keer hier. Mama. Daar zit ik al. Zo, dat was weer een aflevering. Wil jij nou de recepten eventjes op jouw gemak teruglezen? Dan kan dat op mijn gloednieuwe website ralfsbarbecuetube.nl. En daar staan niet alleen de recepten die je ook gewoon kan uitprinten. Maar je kunt ook alle video's nakijken. Alle producten die ik gebruik, hè, alle barbecues, alle accessoires, alle kruiden, alle toeters en bellen, kun je tegenwoordig bestellen. En dat rijmt op mijn eigen
webshop. Dus gaan we eens even kijken. En als je een leuke video terug wil kijken, wat dacht je van deze, van de vorige keer? Hè, daar staat hij. Of deze, van een poosje terug. Hartstikke leuk joh. Abonneren doe je hier trouwens. En als je mij ook wil volgen op Instagram, dan kan dat. Instagram, Ralf de Kok. En natuurlijk Facebook, hè? Ralf's Barbecue Tube. Goeie dingen!